mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe update, check. Vandaag ben ik aan het skypen met Timbra. Hallo. Ik klink trouwens heel verkouden en dat klopt, want ik ben de afgelopen dagen best wel ziek geweest en een beetje down. Dus ja. Zoals jullie hebben gezien heb ik een nieuw filmpje voor de update check, want ik voel me een beetje verouderd en ik had niks te doen terwijl dat Star Stable heel druk bezig was met de update. Dus... de update. We gaan hem maar eens eventjes doen. Als eerst zijn we hier een mistval, omdat we verder niet echt veel te doen hebben. Oké, laten we hier uitgaan. Stront. Echt waar, stront. Ik heb geen idee waarom ik mijn interface heb verborgen. Ik hoop trouwens dat er binnenkort nieuwe missies komen, want ik hoef nog niet veel. En dan ben ik level 20. Wow, oh my gosh. Er zijn nieuwe mistvossen. En ik heb even een zadeltas uit mijn homestable gepakt. En ik ben een paar keer heen en weer gereisd. Dus nu heb ik echt heel weinig jurkslingen. Een paar keer heel vaak. Oké, binnenkort komt er een nieuw soort serie online. Het is niet echt serie. Het heet How to Do This. En het is in het Engels, maar er komt Nederlandse ondertiteling onder. En dan maak ik filmpjes van hoe je bepaalde dingen als bugs of glitches of gewoon wat handige feitjes in Star Stable kunt doen. Maar we gaan nu verder met de update check. Er zijn dus nieuwe mistvossen en de camera staat heel erg raar. En nu zie ik echt heel goed dat ze eigenlijk verschillend zijn. Eentjes van 200, eentjes van 300, eentjes van 400 en eentjes van 500. Nou, inderdaad. Oké, we gaan even anders staan, want anders zien we er geen stront van. Oké, we hebben natuurlijk de klassieke mistvos. Die heb ik altijd al een beetje te oranje gevonden. Dan hebben we nu deze en deze nieuw. Wow, deze is echt super wit. deze is de goedkoopste. En de lelijkste van allemaal. Sorry, maar ik vind dit echt stront lelijk. Want het lijkt net alsof die in de stront heeft gelegen. Ja. Dus ja, dit vind ik echt niet mooi. Dan heb je nog deze. Deze vind ik wel mooi. Ik vind hem wel mooi, maar hij is echt fucking duur. Je denkt misschien van... ja, 250 starcoins is tegenover 550... of ja, bijna 50 dan. Niet duur. Maar weet je dat als je die 250 starcoins voor dit beest even in je zak houdt, dat je op een gegeven moment je favoriete paard kan kopen? Dus ja. En ja, deze vind ik op zich wel mooi. Maar ik denk dat ik hem of nooit ga kopen, of pas als ik starcoins heb gekregen of zo. Maar ja, dat waren mistvossen. Oh, ik krijg opeens jouw kont in mijn beeld. Dat zag er echt heel raar uit. Oké, dan is er nog zoiets. En dan kun je vanaf nu kun je je hoed en handschoenen afdoen. En wow, dat ziet er heel raar uit zonder handschoenen. Echt zo van één geheel en dat ziet er heel raar uit. Misschien kan ik eventjes een beetje inzoomen nog. Het ziet er echt heel weird uit. Maar de hoofd is wel leuk. Ja, maar dat hoofd ben ik eigenlijk al een beetje gewend. Want er was eerst zo'n knop. En bij grafiek volgens mij. Nee, bij... ja, hier, verberg mijn hoofd voor alleen mij. En dat had ik al best wel vaak gedaan. Maar nu kun je hem er dus ook echt afhalen. En dat vind ik wel grappig. Nou ja, dus dat is ook weer een deel van de update. En, waar staat die? Hier. En, ja, eigenlijk denk ik dat dit zo ongeveer de update was. Het was amper 5 minuten. Maar dat is het. Het is echt heel weinig. Want, ja, dit is gewoon echt de update. Het is gewoon fucking raar. Maar ja. Jongens. Ik ben nog ziek. Ik had trouwens... Tindra, je bent rondjes aan het draaien.
Ja, bij mij loop ik loop 8 jaar. En bij mij loop ik wel eens Yin en Yang. Maar, oh, jij gaat iets sneller dan ik. Ah, ja, run. Maar, ik heb bij de video van zondag van Hall of Fame, heb ik echt fucking veel haatreacties gehad. En dat vond ik zeer onterecht, want de meeste stonden gewoon nergens op. En ik dacht van, weet je, lekker boeien. En iemand had onder zijn reactie gezet van, ik weet precies wie je bent. En na de schoolvakantie, dan krijg je nog wel van mij te horen. Dus ik denk een beetje dat dat mensen van mijn school zijn. Want op mijn school is het een beetje misgegaan met hoe het zit met mijn YouTube-kanaal. En ik heb gewoon liever dat soort reacties die nergens op slaan, heb ik gewoon liever niet. En trouwens, je moet echt niet gaan schelden met kanker en AIDS. Want dat zijn gewoon serieuze ziektes waar mensen zijn doodgegaan. En nog één erge ding is, hun doen het bij meer haatreacties. En diezelfde persoon doet bij mij een hartjes om het video. Ja, dus dat vind ik echt niet kunnen. Dan ga je zo lief doen tegen Tindra met allemaal hartjes. En dan ga je mij echt helemaal... Hij heeft maar amper 5 abonnees, dus... Ja. Ja. Maar, weet je, verder met die haatreacties... Het is eenmaal geweest. Je kan er niks meer aan doen. Je kan wel die reacties verwijderen. Maar je hebt ze gelezen en soms kan dat mensen echt heel erg kwetsen en zo. Dus ja, doe het gewoon beter niet. En hou je wat je in je hoofd ook maar hebt, voor zover je hersenen hebt, hou dat in je hoofd. Want ja, je kan er mensen gewoon echt mee kwetsen. En zeker als je beste vriend dan allemaal hartjes krijgt en dan jij allemaal haatreacties van dezelfde persoon. Dat is gewoon super kut. Maar ja, dat even over haatreacties. En ja, gewoon niet schelden met ziektes, want dat is niet leuk. Ook niet op Musical.ly. Ik krijg ook heel vaak haatreacties op Musical.ly, hè. Ik word uitgezonden als KK-mogel en ja, ik moet wat netters doen. Geen idee wat er van gaat. Iedereen die op Musical.ly zit, kan beter iets nuttigers gaan doen. Dus dan. Als je zegt dat je beter iets nuttigers kan gaan doen, kun je ook iets nuttigers gaan doen in plaats van dat te zeggen tegen diegene. Ja, ja. Dus je ga niet zeiken of zo. Oh ja, mensen, er is een. Starstable heeft weer een eigen hashtag bedacht. En bij de 3000 shares of de hashtag komt er een code van iets. We weten nog niet wat natuurlijk. En ik heb ook meegedaan dit keer aan de dinges. En dat... oh ja, ik heb nu ook de hekken geontlokt. Dat is leuk. En als je hem wil zien, kijk op mijn Instagram. Mia_shadowsister. En dan kan ik je goedkeuren. Want het is wel een privé-account. Als je een Starstable-account hebt op Instagram, volg me dan even via je Starstable-account. Want ik sta niet zomaar mensen toe. Want dat heb ik liever niet. Dus ja, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En te abonneren op Tindra Moenburg. Want ze heeft de abonnees hard nodig. Oh ja, en ik ben tijdelijk niet meer op mijn YouTube-kanaal bezig. Ik heb een andere computer, daar heb ik geen bewerkingsprogramma op. En daar heb ik ook geen filmprogramma op. Dus daar moet ik even mee putsen. Ja. Maar ja, we hopen dat ze snel weer video's kunnen uploaden. Natuurlijk hou ik gewoon mijn uploadschema aan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! Bye bye!